Over een, de groep. Dat nummer heet De Groep. En het is gezongen door Ruud Hollander. Wie is Ruud Hollander nou? Dat is, een zanger uit Friesland. En die ooit, jaren geleden, dit liedje heeft gemaakt. Hij heeft hele mooie liedjes gemaakt. En ik vond dat een heel bijzonder liedje. Want hij zingt over het hokje. Ik doe even de deur dicht. Hij zingt over het hokje, over de groep. En de groep, dan heeft natuurlijk nogal wat over te doen. Ik heb hier een soort Ivy drawing gemaakt. En dat gaat over de groep. Een accepteerde groep waarin de mens je onophoudelijk wil indelen. Ja, dat is belangrijk, want je wordt altijd ingedeeld in een groep. Of je dat nou wilt of niet, de meeste mensen willen dat helemaal niet. Maar ik denk dat het beter is om je te realiseren dat je in een groep zit. Dat scheelt een heleboel ergernis en irritatie. Want accepteer je dat je in de groep zit, dan kan je er ook profijt van hebben. Je gaat niet meer in verweer. En eigenlijk dat verweer, dat is belangrijk om dat af te leren. Denk ik. Want ja, mensen die willen heel vaak gelijk hebben. Daar zie je staat het gelijk. Maar ze hebben niet gelijk. Merendeel heeft de mens helemaal niet gelijk. En ja, dat is, spreekt elkaar tegen. Maar ik denk daarbij dus ook aan verhalen die ik van de Bijbel ken. Ja, zoals Jacob bijvoorbeeld. Jacob die is gaat op een gegeven moment, die vindt een vrouw waarmee hij wil trouwen. En ja, zijn schoonvader verlangt dat hij 7 jaar lang daarvoor gaat werken bij hem. En dat doet hij. 7 jaar lang gaat hij werken voor zijn vrouw. Dan krijgt hij een vrouw gesluierd mee. Die hij wil trouwen, denkt hij. Maar dat blijkt de oudere zuster zijn. Nou, dan moet hij uiteindelijk de volgende ochtend is hij op hoge poten naar zijn schoonvader gestapt. Maar wat heb je me nou geflikt? Dat bleek dus, de oudste moest eerst gehuwd worden. Maar hij mocht de tweede, zijn eigenlijke vrouw, mocht hij er ook nog bij hebben. Maar dan moest hij nog 7 jaar werken. Dus hij leert eigenlijk meer dan 14 jaar lang, leert hij zijn schoonvader van dichtbij kennen. En dan mag hij dus beide meekrijgen. En dan denkt hij, nou, daar heb ik alles gedaan. En dan gaat hij toch om, omdat hij die vader toch niet vertrouwt. Die schoonvader is een beetje onbetrouwbaar. Gaat hij dan ongevraagd gaat hij weer weg. En moet je voorstellen dat hij op dat moment heeft hij 4 vrouwen. Want zijn 2 dochters die kregen ook allebei nog een slaaf mee. En daar had hij dan in totaal 12 zoons en een dochter mee gebaard, zeg maar. En dat is dus een verhaal wat heel veel lijntjes heeft. En uiteindelijk zijn die 12 zonen, daar gaat het natuurlijk om, die hebben een hele grote familie hebben ze gesticht.
En al die lijnen van die familie, dat is de basis van eigenlijk het Bijbelverhaal. Later krijg je de tabernakel, dan ze krijgen priesters zo'n bord op. En daar staan 12 edelstenen op en die slaan eigenlijk op die 12 zonen van die Jacob. Want dat zijn de 12 stammen geworden, de 12 stamhoofden. Maar ja, in ieder geval, die Jacob, die denkt op een gegeven moment dat hij alles weet, maar dan blijkt dat op een gegeven moment toch niet te kunnen, want hij raakt in een gevecht wat hij niet verwacht had. En hij vecht de hele dag door en hij is helemaal geradbraakt. Hij komt eruit tevoorschijn en is half gehandicapt. En ja, dan moet hij verder gaan. En ja, eigenlijk pas wanneer mensen gehandicapt worden, op zo'n moment, door mens handicap, zagen zij. Zagen zij waar het eigenlijk allemaal om draait. En zagen zij op een gegeven moment de diepere betekenis van het leven. En de diepere betekenis van het leven, dat zit in de geest. En de geest die zit in God. En ja, dat is, dat zien we daarbij. We zien het andere voorbeeld zien we bij Saulus. Heb ik hier ook bij gestaan. Saulus die was dus getuige van een openbaring van iemand die dingen vertelde die mensen helemaal niet leuk vonden. En die kregen een heel grote kritiek mee. En die mensen die werden zo kwaad op die man die Stefanus heette. Dat ze hem eigenlijk liever niet meer hadden zien leven. En daarom sleurden ze bij zijn haren de stad uit. En hij, Saulus, die ging hem mooi achteraan. En die paste op de klein jongetje. Dat past dan op de jassen van de mensen die stenen gaan gooien. Grote sterke mannen die trekken hun jassen uit. En Saulus die past dan op de jassen. Dat er niks mee gebeurt. En hij zit die mensen ook nog aan te moedigen. Om eigenlijk die arme Stefanus die eigenlijk de verkeerde woorden had gezegd voor die mannen. Terwijl hij alleen maar vertelde wat een betekenisverhaal vertelde. Wat juist heel erg mooi en heel erg waardevol was. Maar dat wilden ze niet horen. Mensen die iets niet willen horen, die sluiten zich af. En die willen, die gaan ook niet verder in hun geest. En nou, dat heeft die Saulus, die zat er te kijken hoe ze die Stefanus aan het doodgooien waren met stenen. En ja, die zat hem ze zelfs nog aan te moedigen. Hij is vele dagen of weken lang is hij bezig geweest om alle mensen die eigenlijk daarvoor voorstander was van wat hij zei, om dat eigenlijk ook te gaan veroordelen. Alle mensen die eigenlijk in Christus geloofden, die moesten ook dood en die moesten gevangen genomen worden. En daar is hij een hard strijder voor geweest. Maar nou komt het dat hij op een gegeven moment ook weer gehandicapt raakt. Hij wordt op een gegeven moment overmeesterd door een bepaald gevoel en hij struikelt en hij kan niet meer zien. Hij is totaal gehandicapt, hij is al zijn zicht verloren. En dat is eigenlijk het moment waarop hij een stem hoort die hem tot de orde roept en die hem ergens naartoe stuurt. En naar die stem, dan moet hij luisteren. Dat kan niet anders. Hij gaat er naar luisteren. En uiteindelijk is die Saulus is een van de meest belangrijke personages geworden in het hele Bijbelverhaal. Iemand die eerst eigenlijk totaal tegen alles van Christus was, die was op dat moment, heeft hij gezien wat het was, wie hij was. Dat hij God was. En dat hij eigenlijk de waarheid verkondigde voor de mensen. En dat heeft hij toen gedaan. En heeft hij op een gegeven moment heel veel. Hij heeft ontzettend veel mooie dingen geschreven. En tot zover eigenlijk even een uitleg van de groep, zeg maar.
En dat kan je vinden, heb ik er ook bij gezet, van Handelingen 7, 60, vertelt dat verhaal. Waarop eigenlijk Stefanus als laatste nog een paar woorden zegt. Om eigenlijk ter troost voor mensen te zijn. De mensen die hem dood gooien. Dat is eigenlijk een heel aangrijpend gegeven. Daar maak ik dan zo'n tekening van, of de groep. Tot zover deze uitleg.